Broeders en zusters, iedereen een goede middag. Ik ga proberen vanmiddag iets uit te leggen wat een ieder van ons raakt, ook mijzelf. En dat is het gebruik of het misbruik van je tong. En ik sta nu op deze plek omdat ik hier een schermpje heb waarop ik kan zien of de PowerPoint werkt. En techniek is mooi. Maar als het niet werkt, is het een drama. Dus ik hoop dat het zo goed blijft gaan. En waarom ik een PowerPoint gebruik, ik doe dat eigenlijk nooit, maar er zitten heel veel beelden. Misschien heb je het stukje al gelezen in Jacobus 3, vers 1 tot en met 12. Die Jacobus gebruikt om iets duidelijk te maken. En ik dacht, als Jacobus nou zoveel beelden gebruikt, dan ga ik ook mijn best doen om door middel van een PowerPoint ook wat beelden te laten zien, zodat ik hoop dat het dieper binnenkomt en dat het beter blijft hangen. Dus vandaar. Ik wil met jullie een gedeelte lezen zoals dat al in de mededeling heeft gestaan. Jacobus 3, vers 1 tot en met 12. Jacobus 3, vers 1 tot en met vers 12. En wat ik zojuist al zei, probeer als we dit stukje lezen, probeer eens aan te strepen welke beelden Jacobus gebruikt die voor jou eruit springen. Of misschien moet je ze wel allemaal optellen. Hoeveel beelden hij gebruikt om zijn datgene wat hij mag delen duidelijk te maken. En dan heb je na de dienst vanmiddag ook nog wat moois thuis te doen. Om dat verder uit te werken. Vers 1. U moet niet allemaal leermeesters, leraren willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man die bij machten is om ook het hele lichaam in toom te houden, hè, onder controle te houden, in bedwang te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen. En wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, zij worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels, als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd. En is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Nou, tot zover deze 12 verzen uit Jacobus hoofdstuk 3. En ik hoop dat je thuis al hebt doorgelezen. Want als je een boodschap hoort, dan komt iets misschien wel voor het eerst binnen. Maar als je het zelf hebt doorgelezen, dan weet je een beetje welke kant we op gaan. Het is een heel aangrijpend stukje wel. En je zou kunnen zeggen, is Jacobus niet wat eenzijdig?
zeggen tegen mensen wel eens tegen mij, ja, je moet vooral het goede benadrukken en dan gaan mensen als vanzelf op die manier leven. Nou, Jacobus, die gooit het over een andere boeg en die benadrukt in deze verse juist het verkeerde gebruik van de tong. Nou ja, het is net welke kant je benadrukt. Je kan van allebei de kanten wat leren. Als je weet hoe het niet moet, dan weet je wat je vervolgens wel moet doen. En als je leert hoe het wel moet, dan weet je wat je niet moet doen, toch? Nou, zo is het ook in Jacobus hoofdstuk 3. En het heeft mij wel tot nadenken gezet. Je tong maakt iets los. Dat is een heel belangrijk principe. Misschien ben je wel eens, omdat je keelpijn had, naar de dokter geweest. En toen kwam je bij de dokter binnen. Je moest natuurlijk bellen voor een afspraak. En hij zei, nou ja, kom maar even langs. Dan zal ik eens kijken wat er aan de hand is. En hij ging kijken, hij ging beoordelen of je mogelijk een keelontsteking zou hebben. En toen je binnenkwam, toen zei hij, doe je mond maar open. Wat je normaal niet mag doen en normaal ook niet doet, zei hij, steek je tong maar uit. En hij legde er een spatel op en hij keek je keel in om te kijken, hey, wel of geen keelontsteking. Maar wat jij niet doorhad, heeft hij ook gedaan. Hij verrichtte ook onderzoek naar jouw tong, ongemerkt, onbewust. Want de kleur van jouw tong, de dikte van jouw tong, nou, zo zou ik heel veel dingen op kunnen noemen, die zeggen iets over jouw gezondheid. Ik zeg niet dat ze alles daarover zegt, maar ze zeggen iets over je gezondheid. Dus je tong maakt iets openbaar. En met dat die dokter keek in je keel, of er wel of geen keelontsteking is, inspecteerde hij ook je tong, want je tong maakt iets openbaar. Nou, ik heb nog nooit in mijn leven zoveel over een tong gelezen. Op een gegeven moment dan denk ik, nou ja, nou is het genoeg. Allerlei plaatjes gezien, nou, daar word je niet altijd frisser van. Maar ik ben erachter gekomen, de tong maakt echt iets openbaar. Zegt iets over je gezondheid. En die lijn kunnen we natuurlijk doortrekken naar ons christenleven. Want in deze serie over de Jacobusbrief hebben we het over praktisch geloven. Hoe vertaal ik nou dat wat ik geloof? Hoe vertaal ik nou in wie ik geloof naar de praktijk van mijn leven? Naar mijn huwelijk, naar mijn gezin. In de maatschappij waarin ik sta, de relaties waar ik deel van uitmaak, maar ook binnen de gemeente, hoe vertaal ik dat nou? Nou, Jacobus zegt, ik zou je een beetje gaan helpen. Want jouw tong maakt iets openbaar. Ik las in de voorbereiding, onze tong is de nauwkeurigste graadmeter van wat er in ons hart aanwezig is. De nauwkeurigste graadmeter. Dat maakt echt iets openbaar. En het is niet de eerste keer dat Jacobus hierover spreekt. Blader maar even naar Jacobus 1. Je hebt je Bijbel toch op je schoot liggen. Hij heeft dat al eerder genoemd. En dat is het mooie van Bijbelstudie. Hij noemde het in hoofdstuk 1 al heel kort. En nou gaat hij het in hoofdstuk 3 verder uitwerken. Lees maar mee wat er staat in Jacobus 1. Er staat in vers 19. Zo dan mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toren. Nou, je gebruikt je tong voor heel veel doeleinden, maar onder andere om te spreken. En Jacobus zegt, en ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken. Nou, ik heb in die preek gezegd, misschien hebben wij daarom wel twee oren en één mond, één tong. Zou zomaar kunnen. Vult het maar in. En dan vervolgt hij in vers 26. Dan zegt hij, als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst, staat er, zinloos. Nou, Jacobus, dat is een behoorlijk stellige conclusie. Hij zegt, uiteindelijk stelt heel je toewijding, de eredienst aan de Allerhoogste God, niets voor, het is zinloos, het is inhoudsloos, het is leeg. Ja, je kan het ook zo vertalen. Heel jouw doen en laten, hoe hoog jij dat ook aanschrijft, en hoe goed de mensen er ook over spreken, als jij je tong niet in bedwang houdt, zegt Jacobus, dan ben je zonder vrucht. Inhoudsloos, leeg.
Nou, daar moet je eens over nadenken. En als ik deze boodschap doorgeef, broeders, zusters, dan spreek ik ook tegen mezelf. Laten we dat heel eerlijk tegen elkaar zeggen. Wat voor week heb jij gehad? Je zegt, wat bedoel je? Nou ja, hoe heb je je tong gebruikt? Was deze week vruchteloos? Of heb je juist veel vrucht gedragen? Dat is wat Jacobus zegt in vers 26. Je misleidt jezelf. Want als je van alles en nog wat hebt gehad waar jij hele hoge gedachten over hebt, maar je hebt je tong niet in toom gehouden. Hij zegt, dan is het vruchteloos, het is leeg, doelloos. Nou, en nou pakt hij het op in hoofdstuk 3. Nou gaat hij dat principe vanuit hoofdstuk 1 verder uitwerken. En dan richt hij zich in eerste instantie op de leraars in de gemeente. Hij noemt dat de leermeesters, zij die onderwijs willen geven. En waar was er sprake van in die tijd? Er waren mannen die graag onderwijs wilden geven, die graag wilden leren, maar met een verkeerde motivatie. De intentie waarom ze wilden leren was niet bijbels. Dat is gevaarlijk, hè? Wat dat betreft is het podium ook een gevaarlijke plek. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Je moet niet allemaal leermeesters willen zijn, zegt Jacobus. Niet allemaal leraren willen zijn. Nou, hij spitst dat heel specifiek toe op leraren. Heeft Jacobus dan iets tegen leraren of tegen onderwijzers in de gemeente? Nee, integendeel. Wat Efeze 4 vers 11 zegt, dat leraren aan de gemeente zijn gegeven. Tot onderwijzing, tot opbouw van de gemeente. Dus het is heel belangrijk om leraars in de gemeente te hebben. Om onderwezen te worden. Om meegenomen te worden in de schriften. En daarom is het onderwijs over een brief ook heel mooi. Hè? Want dan kom je ook wel eens gedeelten tegen die moeilijk zijn. Of die wel tegen je eigen vlees ingaan. Maar een leraar neemt je als het goed is structureel mee. En dat is belangrijk vandaag. Maar Jacobus zegt, je moet er niet naar streven allemaal om leraars te zijn. Om leermeesters te zijn. Waarom niet? Nou, Jacobus zegt, daar heb ik twee redenen voor. En de eerste reden is, hij zegt, je moet daarin voorzichtig zijn. Voorzichtigheid is geboden. Hij zegt, want als spreker, als je je tong dus gebruikt, dan zal je een strenger oordeel ontvangen. Hij zegt, wees voorzichtig. Je kan er wel naar streven om te willen spreken, om te willen leren, maar je zal een strenger oordeel ontvangen. Nou, dan denk je natuurlijk, nou, ik ben blij dat ik geen leraar ben. Dan gaat dat mij in ieder geval niet aan. Maar het geldt natuurlijk over het gebruik van de tong in het algemeen. Want als je het hele Nieuwe Testament leest, dan wordt er op meerdere plaatsen gewaarschuwd voor misbruik van de tong. Dus je moet dit ook aannemen, ook als je niet onderwijst of leert in de gemeente. Het gaat uiteindelijk om het gebruik of het misbruik van de tong voor elke gelovige. Dus als je spreekt, als je iets zegt, besef dan wel dat er een dag komt dat je een strenger oordeel zal ontvangen. Nou, dat maakte dat je voorzichtig wordt, of niet? En dat is wat Jacobus duidelijk wil maken. Voorzichtigheid is geboden. En het tweede wat hij zegt, besef dat wij allen struikelen in velen. Dat maak je ook voorzichtig in het spreken, toch? Kijk, twee dingen zijn nodig in het leven. Dat is godskennis en zelfkennis. Nou, dat is al heel oud. En sommigen hebben dat catechisatieboekje nog wel gehad, denk ik, vroeger. Twee dingen moet je weten. Godskennis, zelfkennis. Nou, dat tweede argument van Jacobus, wij struikelen allen in velen, dat heeft met zelfkennis te maken. Hè, wie ben ik? En die leraars in de tijd van Jacobus, die streefden naar een podiumfunctie, maar ze hadden niet het juiste motief daarvoor, want uiteindelijk wilden ze de ander de les lezen. Maar Jacobus zegt, pas op. Wees voorzichtig, want jij ontvangt een strenger oordeel en jij bent ook iemand die struikelt, valt. En nogmaals, dat geldt niet alleen voor leraars of onderwijzers, maar dat geldt voor ons allen, toch? Als we onszelf hebben leren kennen bij het licht van het woord van God, als de geest van God licht geeft over je denken, doen en laten, dan heb je elke dag de Heer Jezus nodig. En zijn bloed tot reiniging,
En dat maakt je voorzichtig in het spreken. Het zal straks wel duidelijker worden. Dat misbruiken van de tong geldt dus samenvattend niet alleen voor leraren. Nee, het geldt voor alle gelovigen. En daarmee komt Jacobus, en nu moet je opletten in vers 2, tot een heel belangrijk Bijbels principe. Het is misschien wel de kern van zijn onderwijs. Lees met me mee, vers 2. Hij zegt, als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man. Die bij macht is om ook het hele lichaam in toom te houden. Ik hoop dat je het beeld pakt. Hij gaat dat straks illustreren. Wat zegt Jacobus hier? Luister goed. Hij zegt, als je je tong onder controle hebt. Nou, je tong, dat hoef ik niet uit te leggen. Dat is een van de kleinste leden van je lichaam. Hij zegt, als je dat kleinste lid onder controle hebt. Ja, hij zegt, dan ben je ook in staat om jouw hele lichaam te beheersen. Maar je kan het breder vertalen. Hij zegt, je bent dan in staat om je hele levenswandel, om je hele doen en laten onder controle te hebben. Te beheersen, in bedwang te houden. Ik hoop dat je het beeld pakt. Wie heerschappij heeft over het kleine, is ook in staat om het grote te bedwingen. Je lichaam, ja, je hele leven. Je hele levenswandel. Daar wil Jacobus naartoe. Maar als dit geldt, dan geldt het omgekeerd ook. Als je dat kleinste deel lid niet onder controle hebt, ja, dan zijn de gevolgen niet te overzien, want dan ben je sowieso niet in staat om je hele lichaam in bedwang te houden. Je hele levenswandel, je hele doen en laten. Dan is chaos je deel. En het principe wat Jacobus hier duidelijk maakt, dat daar waar je controle hebt over het kleine, daar ben je ook in staat om het grotere onder controle te hebben. Nou, dat is een mooi principe, hè? Dat is wat hij hier zegt. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man. Waarom? Nou, die is bij machte om ook het hele lichaam in toom te houden. En nu gaat Jacobus, het is weer heerlijk opgebouwd door Jacobus, ik kan er echt van genieten, gaat hij dat duidelijk maken aan de hand van een drietal illustraties. En die eerste twee illustraties, die zijn positief. En de derde illustratie, dan draait hij het beeld om en dan maakt hij hem negatief. Nou, voor de paardenliefhebbers onder ons, dan moet ik voorzichtig zijn natuurlijk, hè, want een paard heeft benen en geen poten. Een paard heeft een mond en geen bek, want dat is bijna vloek in de kerk als je op een manege loopt, als je dat zegt. Dus Jacobus gebruikt ook netjes het woord mond. En wat zegt hij dan? Het eerste voorbeeld, hè? Hij zegt, zie, wij leggen de paarden een bit in de mond. Nou, door middel van dit plaatje hoef ik dat niet uit te leggen. En dit was heel sprekend in die tijd. Waarom? Nou, omdat een paard, dat was het vervoermiddel over land. Dus Jacobus die pakte precies een voorbeeld. Daar hoefde hij niet toe te lichten. Hij zegt, wij leggen de paarden een bit in de mond. Nou, een paard in de Bijbel is een krachtig, indrukwekkend dier. Waar of niet? Maar zodra we dat grote, sterke, krachtige, indrukwekkende dier een bit in de mond leggen, en wij beheersen dat bit, hè, we houden dat in toom, dan hebben we uiteindelijk dat hele paard onder controle. Nou, een paard is een indrukwekkend beest, of niet? De politie, de ME, gebruikt niet voor niks paarden. Je zou denken, wat doen die beesten daar nou? Nou, je gaat rennen hoor, als die achter je aankomt. Als dat eenmaal loskomt, gelukkig heeft hij hem in toom, hè? Tot hiertoe niet verder. Maar je gaat toch op de vlucht. Een sterk, indrukwekkend dier. Wie zou dat kunnen temmen? Nou, ik moest denken, ik ga een geheimtje verklappen, aan de tijd dat ik 13, 14 jaar oud was. Mijn zus die was actief op een manege. En mijn vader had in een ver verleden ook wel eens paard gereden. Maar goed, toen had mijn vader een idee, of dat helemaal goed was, weet ik ook niet. Maar hij zegt, weet je wat, wij woonden bij strand, bij Hoek van Holland. Hij zegt, joh, laten we eens een paar paarden huren, dan gaan we met z'n allen aan het strand toe. Nou ja, ik weet niet of je zodra een paard de zee ruikt en zand ziet, ja, dan gaat hij los. Maar ik was helemaal niet ervaren. Ik had een paar keer op een paard gezeten, mijn zus kon dat heel goed. En mijn vader had vroeger in een ver verleden wel eens op een paard gezeten. Dus eigenlijk risicovol om dan naar strand te gaan.
Nou ja, dat beginstukje ging nog wel en dan door de duinen heen en toen kwamen we op het strand en dat paard keek eens links en keek eens rechts en die zag heerlijk de ruimte voor zich. Nou, eerst stapvoets, maar ja, daar ben je ook snel klaar mee. Althans, ik was daar wel, nou, een beetje draf en toen galop. Maar goed, toen dat paard van mij in galop ging, toen reed mijn vader naast me ook in galop. Maar die paarden onderling, die voerden een strijd wie de snelste was. En wij gingen richting de pier in Hoek van Holland. Ben je ook wel eens geweest misschien? Maar met dat paard van mijn vader vooruit ging, ging die van mij ernaast en die ging dan weer voor... Zo ging het. En dat ging steeds harder. Dus op een gegeven moment zat ik alleen nog maar zo. Dus dat paard had wel een bit in zijn mond, maar ik was totaal de controle kwijt. En mijn vader maakte zich zorgen, want die pier, die is hard. En die kwam steeds dichterbij. En hij zag, hij heeft hem niet meer onder controle. Dit gaat fout. En mijn vader was in dat geval de reddende engel. Wat deed hij nou? Wij renden op het harde zand. Hè, dat is makkelijk rennen. Toen was hij heel wijs. Toen dreef hij mijn paard het zachte zand in uiteindelijk. Ze stuurde gewoon tegen mijn paard aan. En ja, ik kon weinig meer doen. Dus ik liet mijn vader maar gaan. Want ja, ik denk, ja, dat is mijn enige hoop nog. Dus hij stuurde zo dat hij mijn paard in het zachte zand dreef. Ja, en toen werd dat paard vanzelf moe en toen was het wel klaar. Net voor de pier gelukkig. En nou sta ik hier. Maar je ziet, als je het niet in toom houdt, luister goed, dan heerst jij niet over dat paard, maar dan heerst dat paard over jou. Dat is principe. Jacobus die wil dit duidelijk maken. Daar waar je dat bid in de mond van een paard legt en je hebt controle daarover, dan beheers je heel dat paard, hoe sterk en indrukwekkend dat dier ook is. En inmiddels ben ik erachter gekomen, met je benen doe je ook veel, hè? Maar goed, we gaan geen paardrijles geven. Beeld is duidelijk. Jacobus zegt, je moet zorgen dat het kleine heerst over het grote. En niet andersom. Tweede voorbeeld. Nou, dan moet ik natuurlijk oppassen in deze gemeente met al die schippers en zo. En die moderne schepen met kopschroeven en schroeven aan de achterkant. Ik moet oppassen wat ik zeg. Maar het gaat natuurlijk in het beeld van Jacobus, het volgende vers, hè, vers 4. Over het beeld van een roer en een schip. Daar heb je hetzelfde principe. Dat was in die tijd het vervoermiddel over water. Het paard was het vervoermiddel over het land en het schip over het water. Een groot zeilschip, zoals je hier ziet, te midden van hoge golven en stormgedruis, houdt toch koers. Wonderlijk is dat. Het schip gehoorzaamt de stuurman die met vaste hand, volgens vers 4, het roer bedient. Nou, is eigenlijk hetzelfde beeld, hetzelfde principe als wat we net hadden. En wat is de kern van dit verhaal van Jacobus, van deze illustraties? Jacobus wil met deze prachtige voorbeelden duidelijk maken hoe het kleine, het roer en het bid kunnen heersen, controle kunnen hebben over het grote, het paard en het schip. Dat is het principe. Dus zo zie je, deze voorbeelden zijn heel positief. En daarmee zegt hij, dit is het principe van Jacobus 3 vers 2. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij bij macht om het hele lichaam in toom te houden. En nu schakelt hij over. Let goed op. Want nu zegt hij, ja, dit waren twee positieve illustraties van een geweldig geestelijk principe, maar we moeten beseffen dat wij in een wereld leven en dat wij ook met een tong te maken hebben, waarin de praktijk van blijkt dat wij hem niet zo onder controle en in bedwang hebben. Of wel? En daar gaat hij nu op inzoomen. De derde illustratie. Het beeld verschuift van de macht van de tong. Het kleine heerst over het grote. Het beeld gaat verschuiven naar het kwaad van de tong. En hij vergelijkt de tong, een klein lichaamsdeel, met een klein vuur. En wat zegt hij dan in vers 5? Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Nou ja, ik denk dat hier wel jongens en meisjes zijn die vuurtje hebben gestookt. Ik in ieder geval wel, vroeger. En dan koos je droog hout uit, droge bladeren. Wij hadden in die tijd een beetje rondom oud en nieuw, hè, van die stinkbommetjes, weet je wel. En dan, ja, dat was heerlijk. Was een heerlijke tijd. Je rook erna als je thuis kwam. Vuurtje stoken. Prachtig. Maar
Mijn buurman werd er niet altijd blij van. Want die zag boven zijn schuur de rookpluimen uitstijgen. En die denkt, ja, dat is allemaal leuk, dat vuurtje stoken. Maar beheersen ze dat vuurtje wel? Want dadelijk hebben we ellende. Nou, dat is ook de reden dat je bijvoorbeeld in droge tijden niet mag barbecuen in een natuurgebied. Want die barbecue, dat is wel leuk en dat kleine vuurtje is wel aangenaam. Maar als je dat vuur niet in bedwang houdt, niet beheerst, niet controleert, ja, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Dat is wat Jacobus duidelijk maakt. Hij zegt, een klein vuurtje steekt een grote hoop hout aan. En richt dus een enorme schade aan. En dan gaat hij dat verder uitwerken in de volgende verse. Want hij zegt in vers 6 ook, de tong is een vuur. Ja, schrik niet. Een wereld van ongerechtigheid. Dat is wat. En in vers 5 heeft hij gezegd, zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, de tong roemt, dat wil zeggen, de tong pocht. Zij spreekt groot. Zij voert vaak een hele hoge toon. En nu moet ik even pas op de plaats maken. Want het beeld wat je nu voor je ziet, dat is wat het verkeerde gebruik van een tong kan bewerken. Een klein vuurtje steekt een grote hoop hout aan. Nou, het plaatje wat je hier ziet is Scheveningen, misschien weet je het wel. Nou, dat is een heel ding in Scheveningen, hè? Jaarlijks. Enorme stapel met pallets. Dat is gewoon een terugkomend fenomeen daar. En dan steken ze dat aan, klein vuurtje. Maar een grote hoop hout wordt uiteindelijk in vuur en vlam gezet. Jacobus zegt, dit is het effect als je je tong niet op de juiste manier gebruikt. Misschien zeg je in het begin, ach, dat is een klein vuurtje, joh. Daar moet je ook niet te veel waarde aan hechten. Ja, maar wacht even, zegt Jacobus. Als dat eenmaal iets aan gaat steken, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Nou moet ik het wat concreter maken. Want die beelden vind je allemaal nog mooi, toch of niet? Die zijn sprekend. Maar hoe kan het nou gaan in jouw leven, in mijn leven? Wanneer is er sprake van een klein vuurtje met gevaar op een groot vuur? Nou, laat ik wat dingen noemen. Je kan je tong verkeerd gebruiken. Heel eenvoudig, kan iedereen verzinnen, door te liegen. Te liegen in je huwelijk, te liegen in je gezin. Te liegen op je werk. Te liegen in de gemeente. Je kan je tong verkeerd gebruiken door een grote mond op te zetten tegen je ouders. Dat is ook misbruik van je tong. Je kan je tong misbruiken door over elkaar te roddelen. Slecht te spreken. Dat is ook een gevaar in de gemeente. Hoe spreken wij over elkaar? Nee, niet alleen als we bij elkaar zijn, maar misschien juist wel als we niet bij elkaar zijn. Wat zeggen we over die ander? Het al gehoord? En soms gaat het hard, hè? Want aan de ene kant van het dorp heb je je knie gebroken en aan de andere kant van het dorp lig je op die zee. Zo snel kan het gaan. Roddel, slecht spreken over elkaar. Maar een heel ander aspect van misbruik van je tong, daar had je misschien niet aan gedacht, dat is bijvoorbeeld door enorm te bluffen over jezelf. Door heel groot te spreken. Door te overdrijven. Je hoort wel eens een verhaal van twee personen, hè? Nou, dat is soms een wereld van verschil en het schijnt over dezelfde zaak te gaan. De een die vertelt het zo. En de ander vertelt het. Dan denk je, mens, lieve, die is er zelf bij geweest, joh. Maar ja, als je dan gaat verifiëren, dan dingen groot te maken, aandikken. Het kan ook zijn dat je iemand, dat is weer een andere vorm van misbruik, dat jij iemand bent die altijd klaagt. Die altijd moppert. Mensen kom je ook tegen, hè? Die zitten altijd in het hoekje waar de klappen vallen. Altijd mopperen, altijd klagen. Die gaan van klacht tot klacht steeds voort. Dat is ook misbruik van je tong. Dat bouwt ook niet op. En misschien in het extreemste geval, je kan met je tong God vervloeken. Nou ja, ik zou dat lijstje aan kunnen vullen.
Maar wat zegt Jacobus in vers 6? Dat misbruiken van die tong, zegt hij. Weet je, de tong, zegt hij, is een vertegenwoordiger van een gode vijandige wereld. Een wereld van ongerechtigheid. Schrik niet, hè? Het zijn mijn woorden niet. Jacobus, geïnspireerd door de geest, zegt dat. Hij zegt, je tong is in staat om je hele lichaam, je hele levenswandel, je hele getuigenis te bevlekken. Als je die tong misbruikt. Jacobus zegt, het misbruiken van je tong zet je levensloop. Hij gebruikt daar een woord. In het Grieks betekent dat het rad van je wiel. Hij zet het in beweging. En op een gegeven moment ga je de helling af. Het is niet meer te stoppen, zegt hij. Het zet je levensloop in vlam. Ja, wacht even. Negatief wel te verstaan, hè. Ik sprak gisteren in België. En toen had ik het over de Emmausgangers. Ja, die hadden een brandend hart. Dat is het positieve. Maar hier gaat het om negatieve vlammen. En schrik niet, de tong. Ja, het vuur. Dat wordt in de hel ontstoken. Aangrijpend, hè. Het kwam wel even binnen bij mij. Het is een vuur dat door de hel wordt ontstoken en via de tong naar buiten komt. De tong wordt aangezet door de geest van de leugen en door de slechtheid van Satan en zijn demonen. De duivel wordt in Johannes 8 vers 44 genoemd de mensenmoorder van de beginnen en de vader van de leugen. Je voelt wel aan, hè? Misbruik van je tong wordt door Jacobus, in niet mis te verstaande woorden, direct gekoppeld aan de duivel, aan zijn demonen en aan het rijk van duisternis. Laat dat even tot je doordringen. En nogmaals, dat zeg ik ook tegen mezelf. Mag ik dit zo zeggen vanmiddag? Laat je hart en denken niet vervuld zijn van dit onheilige vuur, maar laat je hart en denken vervuld zijn van heilig vuur. Als beeld van de Heilige Geest. Die Heer is, die levend maakt, die Christus verheerlijkt. En om het gevaar van de tong nogmaals te benadrukken, gebruikt Jacobus nog een bijzondere illustratie. Deze had je ook wel geteld, toch? Nou, ik moest denken aan de kinderen. Ik denk dat je met schoolreisje allemaal wel een keer in een dolfinarium bent geweest, of niet? Niet? Nou, dan staat dat voor de zomer op programma als uitje. Nou, als je naar het dolfinarium gaat, dan kunnen ze de meest bizarre dingen doen. Met dolfijnen, met zeehonden. En Jacobus zegt het, ik vertaal het natuurlijk een beetje naar 2024, maar hij zegt het in vers 7 en in vers 8. Hij zegt dieren die zijn te temmen. Het is toch onvoorstelbaar wat ze met dolfijnen kunnen vandaag, of niet? Ik zat van de week nog filmpjes te kijken. Het is onvoorstelbaar. Die dieren zijn zo gehoorzaam. Je gooit er een vis in en ze gaan weer. Zeehonden, dolfijnen, orka's. Niks is onmogelijk. Het kost tijd, zeker. Het kost energie, absoluut. Maar ze krijgen het voor elkaar. Nou, Jacobus die was de dolfinarium ver vooruit. Hij zegt, dat had ik je ook wel kunnen vertellen. Dieren zijn te temmen, zegt hij. Maar het aangrijpende, wat hij concludeert is, maar de tong van een mens is niet te temmen. Dat is wat. Heb je wel eens een dolfijn van dichtbij gezien of een orka? Dat zijn grote dieren. In vergelijking met jouw tong. Ja, dat stelt niks voor, toch? Ik was pas nog hier bij de farmshop. Daar kan je ossentong kopen, hè? Ik heb het nog nooit gegeten, maar heb je wel eens een koe, de tong van een koe bekeken? Nou, dat is een flinke tong. Nou, als ze hem dan eruit halen, ja, het is niet zo smakelijk vraag, maar dat is een joekel van een tong, hoor. Nou ja, die is groter dan onze tong. Maar Jacobus zegt zelfs die tong van jou, die is niet te temmen, die is kleiner dan onze tong. Met dieren geen probleem, die kan je temmen, die kan je africhten, die kan je alles leren. Kost tijd en energie, maar jouw tong is niet te temmen. Hij zegt, de tong is een niet te bedwingen kwaad. En schrik niet, daar voegt hij aan toe, vol van dodelijk vergif. Hey, dan wijst hij vanuit vers 8 terug naar vers 6. En dan verbindt hij dat woord
dodelijk vergif aan de slang, dat hoef ik je niet te vertellen, aan de Satan, aan de duivel. Broeders en zusters, ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, maar moeten we niet concluderen. Een verkeerd gebruik van je tong maakt meer kapot dan je lief is. Is Jacobus heel negatief gestemd of zo? Zit hij er niet lekker in? Nee. Maar ik denk dat hij zichzelf ook heeft leren kennen. En hij weet wat voor kwaad, verkeerd gebruik van de tong kan aanrichten. En weet je wat ik nou zo genadevol in deze boodschap vind? Dat de Heer het vandaag tegen jou en mij zegt. Laat dit in de CGA niet plaatsvinden. Laat dit jouw huwelijk en jouw gezinsleven niet stempelen. Dat verkeerde gebruik van de tong. Ik wil je er zo graag voor bewaren. Nou, is dat genade of niet? Het is geen negatieve boodschap dit, het is heel positief. Het is een geweldige aansporing. Heer, dank u wel dat u mijn hart kent. Dat u weet hoe zwak ik ben en dat ik struikel in velen. Maar dat u mij handvatten geeft. Eye-openers. Dat je vanmiddag zegt, dank u wel, Heer. Dank u wel. U weet ook overal vanaf. Ja, dat is het. En ik wil je ervoor bewaren, want het maakt meer kapot dan je lief is. In je huwelijk, je gezin, je relaties. En trouwens, dan maakt het niet uit of je christen bent of niet, hè. Dit geldt ook voor op de bedrijfsvloer. Dit geldt in de politiek. Dit maakt niet uit. Overal speelt deze kwestie. Maar ook in de gemeente. En daar maakt Jacobus een toepassing op. Je kan het in het algemeen, dit principe, leren. Hier kan ieder mens zijn voordeel mee doen, toch? Kerkelijk of onkerkelijk, gelovig of ongelovig. Het zou veel aangenaamheid brengen in de maatschappij waarin we leven, of niet? Maar nou spitst Jacobus het nog toe op de gemeente. Hij zegt ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus kan de tong veel kapot maken. En daarin, daarover onderwijst hij in die laatste verse. En daar gaat hij heel concreet in, luister goed, op het dubbelhartig gebruik van de tong. Weet je, het heeft iets in zich van het boek Openbaring. Was je maar heet, of was je maar koud, maar je bent lauw. Je eet van twee walletjes. En Jacobus zegt, dat is aangrijpend, want met die tong loven, vers 9, loven we God en de Vader. En door diezelfde tong vervloeken we de mensen. Zie je dat? Er is een vermenging. En daar wil hij ons voor waarschuwen, want hij zegt, dat behoort niet zo te zijn. Broeders, wat is dat erg? Wat is dat aangrijpend? Aan de ene kant loven we de Heer, onze schepper. En aan de andere kant verwensen we na de samenkomst misschien onze broeder of zuster. Of maken we hem of haar zwart. En dat is het schepsel. Dus we loven de schepper en we verwensen het schepsel met diezelfde tong. Nou, dat is verschrikkelijk, toch? Laat het zo niet zijn, zegt Jacobus onder jullie. Want je tong maakt dan meer kapot dan je lief is. Wat betekent zegenen? Nou, zegenen betekent gewoon heel eenvoudig loven. Prijzen. Je zou ook dit kunnen zeggen. Zegenen betekent, de Heere God zijn wij niet zo gewend, hè? Complimenteren. Dat is toch mooi, hè? Als je God zegent, als je God looft, dan complimenteer je de Heere voor wie hij is en voor wat hij doet, wat hij geeft. En wat is vervloeken? Nou ja, dat is gewoon negatief je uitspreken over iemand. Of het negatieve aan iemand toewensen. Maar Jacobus zegt, laat het zo onder jullie niet zijn. En dan gebruikt hij een beeld. Ja, die Jacobus die was wel beeldrijk, of niet? Hij blijft in beelden hangen. Hij zegt, één en dezelfde bron, die brengt toch niet zoet water voort en tegelijkertijd bitter water. Dat komt toch niet, dat wel toch niet op uit één en dezelfde bron. Dat is toch onmogelijk. Zoet water en bitter water. Nou ja, dat hoef ik niet uit te leggen, toch? Dat spreekt voor zich. En zo wil hij wijzen op die tong die in je mond zich bevindt. Die brengt toch ook niet twee verschillende geluiden voort. Voor sommigen is het nog niet duidelijk, denkt Jacobus.
Laat ik er nog één noemen. Een boom. Het is toch niet zo dat een boom verschillende vruchten voortbrengt? Dat kan toch niet zo zijn, zegt Jacobus. Hij noemt dat in vers 12. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen? Of een wijnstok vijgen? Nou, een kind begrijpt het vanmiddag. Aan de hand van hele eenvoudige illustraties uit het leven gegrepen. Maar hoe komt het dan toch dat het blijkbaar in de praktijk toch zo functioneert? Dan hebben we toch allemaal huiswerk, of niet? Dan hebben we toch allemaal reden om ons voor de Heer te verootmoedigen. Herken je die boom? Herken je die bron? Herken je dat zegenen en tegelijkertijd dat vervloeken in je leven? Dan zegt Jacobus ook tegen jou en mij, laat dat zo niet zijn, broeders. En daarbij zijn inbegrepen de zusters. Nou ga ik het toepassen. Want die wil jij weten, toch? Nou zijn er altijd mensen die schieten in uitersten. Luister goed. Er kwam ooit een vrouw naar me toe na de samenkomst. Toen had ik over de tong gesproken. En die kwam een beetje met stoom uit de oren naar me toe. En het eerste wat ze zei, ja joh, dat kan je allemaal mooi vertellen. Maar ik ben gewoon een flap uit. Zo ben ik nu eenmaal. Met andere woorden, daar doe jij het maar mee en daar doet mijn omgeving het maar mee. Nou ja, dat is een uiterste, of niet? Ik ben nou eenmaal een flap uit, zo ben ik. Nou, toen dacht ze, nou zal Jacques wel een arm om me heen leggen. Ach meid, dat is ook vervelend voor je. Maar ik zei, nou ja, dan heb je werk, dan moet je eigen bekeren. Want of je wel of geen flap uit bent, dit is het principe van het woord van God. Dus je moet je radicaal gaan bekeren. Dat is een uiterste, zo ben ik nu eenmaal. Zo was mijn opa, zo was mijn vader en zo ben ik en ik ben een vrucht van hen. Maar daar kom je niet mee weg. Jacobus zegt, laat het onder jullie niet zo zijn. Met andere woorden, werk aan de winkel. Praktisch geloven. Dat is de ene uiterste. En weet je wat de andere uiterste is? Die mensen kom je ook tegen in de gemeente. Die zeggen dan, nou, dan zeg ik maar niks. Kan ik het ook niet fout doen. Nou, ik gewoon mijn mond. Overal waar ik kom, zwijg ik. En als er een probleem is, dan zwijg ik. Ik vind wel van alles. En ik denk wel van alles. En ik voel wel van alles. Maar ik zeg het niet. Ja, Jacobus die roept niet op om te zwijgen. Want er kan zomaar iets zijn in je huwelijk, toch? Er kan zomaar iets zijn in je gezin of in de gemeente. Of op je kring. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat je zegt per definitie fout is. Of dat je dat niet zou mogen zeggen. En dat je alles maar gelaten over je heen zou komen. Dat Jacobus dat onderwijst. Nee, wat hij onderwijst is, ga het gesprek aan, maar gebruik je tong op de juiste manier. Dus je moet voorkomen dat je in uiterste vervalt. Ja, maar ik ben een flap uit. Nou ja, ik zeg maar niks. Ik kan er ook niks van zeggen. Ik kan het ook niet fout gaan. Nou, dat zijn twee uitersten waar je voor moet waken. Als het goed is, voeren we in onze huwelijken, in onze gezinnen, in de gemeente open gesprekken, toch? En waar Jacobus naartoe wil, is niet om jou en mij tot een flap uit te maken of tot iemand die altijd zijn mond houdt en zwijgt. Nee. Hij wil jou en mij leren om je tong op de juiste manier te gebruiken. Dat is heel positief. Het goede gebruik. En je hierdoor te laten onderwijzen. Ik moest denken, luister goed. Aan wie? Aan de Heer Jezus. Ik lees een tekst voor je, hoef je niet op te zoeken. Moet je kijken wat er staat in, of luisteren wat er staat in Jesaja 50 vers 4a. Daar profeteert Jesaja over de Heer Jezus. De Heere, Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving. Zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Vind je dat niet mooi? Ik ga mij halen, want ik vind hem prachtig. De Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving. Wat ontvang je vanmiddag? Onderwijs. En wat was het gevolg? De Heere Jezus wist door het onderwijs op de juiste momenten het juiste woord te spreken. Nou, we zingen allemaal dat lied uit volle borst. Wij willen worden als Hij. Hij heeft ons zo een voorbeeld nagelaten, zegt de Petrusbrief.
opdat wij in datzelfde voetspoor zouden gaan. Wat je niet hebt, dat kan je leren. De vraag is, wil je het leren? Ik ga geen vingers vragen, ik wil niet flauw doen. De Heer spreekt op dit moment met je. Je weet of je die bron bent met twee soorten water. Je weet of jij die boom bent met twee soorten vruchten. En je houdt zoveel van de Heer Jezus. Die zegt vanmiddag, laat je getuigenis helder en duidelijk zijn. Gebruik je tong op de goede manier. Ontvang mijn onderwijs, zodat jij weet op het juiste moment de juiste woorden te spreken. Nou, wat zegt Romeinen 8 vers 29? Wij worden gevormd naar het beeld van de Zoon van God. Met andere woorden, de Heer Jezus heeft ook wat betreft zijn spreken een voorbeeld nagelaten. Opdat jij en ik vandaag in 2024, waarin heel veel mensen zeggen, ga maar op je strepen staan hoor, je hebt rechten en... Om de gezindheid van Jezus te openbaren. Waar komt het op aan? Of je het wil leren. Want het vraagt van jou en mij zelfverloochening. Nou zegt iemand van de jongelui, ja Jacques, je punt is duidelijk. De beelden zijn duidelijk, het onderwijs is duidelijk. Maar heb je nou ook nog een paar tips? Want ja, om alleen te zeggen wat het niet is, dat is niet moeilijk hoor. Je kan preken houden met het allemaal wat het niet is. Maar wat is het dan wel? Heb je twee tips? Nou, mag ik je twee tips geven? Sta je daarvoor open? Als je het niet wil leren, geef ik ze niet. Ik ga er twee geven. Twee Bijbelse tips. De eerste. Romeinen 6 vers 13. Wij hadden van de week op de kring daar een mooi gesprek over. Wij behandelen het boekje over de Romeinenbrief. En van de week was Romeinen 6 aan de orde. En dan zegt de apostel Paulus heel duidelijk over het nieuwe leven. Hij zegt, stel je ledematen ter beschikking aan de gerechtigheid. Je tong is een van de kleinste leden van je lichaam. En als Paulus het in Romeinen 6 heeft over leden, dan kan je dat vertalen met ledematen. Delen van mijn lichaam. Nou, het is heel praktisch. Soms spreek ik wel eens ergens, dan komen ze na afloop naar me toe. Maak het nou eens praktisch. Nou, is dit praktisch of niet? Als jouw tong een lid is van jouw lichaam, dan sta je morgenochtend op. En wat zeg je dan? Heere God, ik heb gisteren onderwijs ontvangen over mijn tong. En dan meen ik oprecht, hè. Hier heeft u een van de kleinste leden van mijn lichaam. Die stel ik vanmorgen aan het begin van een dag, als ik nog niemand heb gesproken, alleen u. Die stel ik beschikbaar aan de gerechtigheid. Ik wil mijn tong beschikbaar stellen om u te loven, u te prijzen, u te verheerlijken, mensen te bemoedigen. En soms ook, vergeet het niet hè, in liefde de waarheid tegen iemand te zeggen. Dat hoort er ook bij hè, dat is ook goed gebruik van je tong. In liefde de waarheid zeggen. Maar ik stel mijn lid, mijn ledemaat, mijn tong ter beschikking aan u. Nou, morgenochtend denken jullie allemaal niet aan mij, maar aan Paulus. Ga je het praktiseren? Doe je dat wel eens? Hoe stap je je bed uit? Je bent een priester onder het nieuwe verbond. Je stapt je bed uit en je zegt, Heer, ik ben een priester onder het nieuwe verbond. Ik wil dienstbaar zijn voor u en aan uw dienst. En ik stel mijn hele hebben en houden beschikbaar voor u. En ik wil mijn tong vandaag gebruiken op een manier die u welgevallig is. Wil je ervoor kiezen? Ik geloof dat je leven gaat veranderen. Dat zeg ik niet. Dat is wat Romeinen 6 vers 13 zegt. Stel, dat is een opdracht. Dat is niet passief, dat is actief. De vraag is of je het wil. Dat is het eerste. Paulus is heel praktisch. Het lijkt Jacobus wel. Je moet ze ook niet tegen elkaar uitspelen. Breng je tong elke dag onder het beheer van de Heilige Geest. Zullen we dat afspreken? Er gaat opwekking komen in Alblasserdam. Het tweede, en daar kwam ik van de week voor het eerst achter. Dit vind ik zelf heel mooi, daar heb ik voor mezelf heel veel van geleerd. Psalm 141 vers 3. Je kent hem allemaal wel, denk ik. Zet een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond. Het eerste is een actieve daad. Het tweede is een gebed. Nou, het is bid en werkt.
Dat is het christenleven, bidt en werkt. Zet een wacht voor mijn lippen. En daar heb ik nog een mooi plaatje bij. En dat las ik in de voorbereiding. Ik heb dat niet zelf uitgevonden, maar ik geef het gewoon maar door. Ik denk dat je hier echt iets mee kan. Vroeger werden er poortwachters aangezet bij de ingang, of de uitgang, net hoe je het bekijkt, van de stad. Poortwachters. Zodat ze wisten wie komt erin, wat komt erin en wat gaat eruit. Nou, die uitlegger die ik van de week raadpleegde over dit gedeelte, die zegt, er zijn 4 poortwachters. Nou, als jij de stad uitgaat, dan kom je langs die poortwachter, toch? Even visualiseren, we maken het echt heel praktisch, praktisch geloven. Nou, komt er een woord in jouw gedachten op, hè? Dan moet die langs 4 poortwachters. De eerste poortwachter zegt, ho, dat is poortwachter die draagt de naam eerlijkheid. Oh, jij wil naar buiten toe? Jazeker. En snel ook. Wacht even. Is het waarheid of leugen wat je nu gaat zeggen? Dat vraagt de eerste poortwachter aan je. Poortwachter eerlijkheid. Als het leugen is, rechtsomkeer, terug jij. Je komt er niet uit. Als het waarheid is, dan kom je langs poortwachter 2. Poortwachter 2 draagt de naam liefde. En hij vraagt de woorden die je uit wil brengen, of hij spreekt het woord zelf aan, is het doordrenkt van liefde? Zelfs als je iemand terechtwijst, corrigeert, aanspreekt op zijn handel, op zijn wandel. Maar is het doordrenkt van liefde? Dat is poortwachter 2. Als het niet doordrenkt is van de liefde, rechtsomkeer. Terug jij. Je komt er niet uit. Nou, dat zijn nogal poortwachters, hè? Dat is je gebed. Poortwachter 3, je voelt hem al aankomen, dat is noodzaak. Is dat wat het woord wil zeggen, is dat noodzakelijk of zeg ik wat om wat te zeggen? Wij hadden vroeger wel eens mensen op visite en toen zei mijn vader wel eens tegen mij, die persoon die praat veel, maar hij zegt weinig. Die zei soms maar dingen om wat te zeggen. Nou, soms kan het opbouwend zijn, gewoon gezellig, hè? Dus ik wil niet alle gesprekken afbreken, hoor, want sommigen praten al zo moeilijk, dan ben je blij dat ze een beetje op gang komen. Hè? Dus als je dat ook nog gaat zeggen, dan wordt het een ongezellige avond, vind ik althans, maar goed. Maar is het noodzakelijk of breekt het af wat je gaat zeggen? Of zeg je zomaar om wat te zeggen? Ja, dat is niet echt kanseltaal, maar geef je bek maar een douw. Hè, dat, je begrijpt het wel, toch? Het kan misbruik van de tong zijn. Poortwachter 3. Als het niet noodzakelijk is, jok in, terug. Nou, dan de vierde, de laatste. Dat is de poortwachter die de naam draagt, wijsheid. Is het wijs om dat wat ik nu uit wil brengen op dit moment uit te spreken? Dat vraagt ook genade en geduld, hè? Je wil niet weten wat ik soms aan mails krijg, echt hoor. En ik heb ooit een cursus blind typen gehad, maar dat heb ik nooit gehaald. Dus ik ben begonnen met 2 vingers, maar inmiddels ramt het er gewoon uit, weet je wel. Nou, even rustig. Is het nu het tijdstip of moet je het even een nachtje laten bezinken? Nou, kan je wat met die poortwachters of ben ik de enige? Ja, jullie durven niks te zeggen, want het is net een belastingformulier. Als je hier ja zegt, dan gaan we door naar vraag 9. Maar dit is toch praktisch of niet? Moet je over nadenken vanmiddag en als gezin over doorspreken. Ik ga afronden. Laten wij leven in dit besef. Dat als er nog geen woord op mijn tong geweest is, de Heere alles al weet. Dat betekent dat jij en ik vandaag leven met een open hart naar de Heer toe. Psalm 139, hij kent mij, hij doorgrondt mij. Hij weet van mijn zitten en van mijn opstaan. Hij kent van verre mijn gedachten. Dus ik moet zeker wel letten op dat wat ik uitspreek. Maar de psalmdichter gaat nog een stapje dieper. Hij zegt, voordat jij het uitspreekt, weet God het al. Hij kent je. En de vraag is, hoe open, transparant zijn wij naar de Heere God toe en zijn wij naar mensen toe? Hoe gebruik jij je tong? Of misbruik je tong? Je tong is een klein lid. En ik eindig waar ik mee begonnen ben. Als jij het kleinste lid van je lichaam onder controle hebt,
dan zal je uiteindelijk je hele lichaam beheersen. Onder controle hebben. Je hele levenswandel, je hele doen en laten. Nou, gaan mensen dat in je omgeving merken of niet? En het is ook nog een aspect van de vrucht van de Heilige Geest. Want het heeft te maken met zelfbeheersing. Wat heb ik gezegd aan het begin? Je tong is de graadmeter, een nauwkeurige graadmeter van wat er in jouw hart leeft. Ik kan dat niet bepalen. Dat wil ik ook niet. Jacobus wilde ons iets aanreiken. Niet alleen jullie, maar ook mij. Niet om ernaar te kijken en zeggen, nou ja, aardige beelden, creatieve schrijver zeg. Hoe komt hij op die beelden? Wonderlijk. Mooi. Wel aardig. Nee. Laat het zo onder jullie niet zijn, een bevel. Maar stel je ledematen ter beschikking aan de gerechtigheid. Breng verandering, doorbreek bepaalde gewoonten. En proclameer de waarheid. Zullen we dat afspreken met elkaar? En het zou zomaar kunnen zijn dat als je luistert naar deze boodschap, dat je wel met iets loopt in je hart naar iemand toe. Of dat je misschien wel verkeerde praat hebt gedaan, toch? En je weet het, hè? Dat is net met een kussen wat je uitschudt met 1000 veren. Als je hier op de toren van de Hervormde Kerk gaat staan en je schudt hem uit, dan dwarrelen die veren uit één, toch? Nou, als er 1000 zijn en je krijgt spijt, dan ga je maandagochtend zoeken. Je vindt er 995 terug. Maar die 5, die hangen nog ergens. En die gaan een eigen leven leiden. Dit is het funeste van het misbruik van de tong. En als er iets de CGA kapot kan maken, dan is het het misbruik van de tong. En dat zien anderen niet altijd, maar het woekert voort als de kanker. En daarom laten we dit woord van Jacobus positief oppakken. En zeggen, dank u Vader dat u me dit laat zien. Want ik kom erachter dat mijn tong meer kapot maakt dan mij lief is. Dit krijg je gewoon gratis mee. Hoef je niet voor te betalen. Gewoon een advies, wijs advies. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. De Heer zegene ons met een geestvervulde levenswandel. Hij zegen ons met een geheiligde tong. En dat wij een gemeente zullen zijn die bekend staat. Dat de tong zo is aangestuurd. Dat we ons persoonlijk leven, maar ook ons gemeenteleven onder controle hebben. In beheer hebben. En dat wij een leven leiden wat is tot eer van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zullen we een moment nemen om de Heer aan te roepen. Misschien is er wel iets in je hart waarvan je zegt, dat wil ik belijden. Misschien is er wel iets in je hart dat je zegt, ik wil de Heer danken voor dit onderwijs. Dat Hij me daarop attendeert. Hij heeft het beste met me voor. Of misschien is er iets anders op je hart. Dan zal ik afsluiten, oké? Wees vrijmoedig.